Eens in de zoveel tijd staat er in de Volkskrant een ingezonden lezersbrief van een betrokken burger. De lezersbrieven worden ondertekend met een naam die bij velen een belletje zal doen rinkelen. Ene Theo Maassen uit Eindhoven. Een man die duidelijk begaan is met de grotere misstanden in de samenleving. Zo pleitte deze betrokken burger voor een monopolie op humor. Zoals de overheid het monopolie op geweld heeft, zou humor alleen in handen moeten komen van professionele komieken. Dit om pijnlijke situaties en slechte grappen te voorkomen. Het geeft te denken, hoe zou een professionele komiek zich roeren in de voetbalkleedkamer, waar tijgerbalsem in boxershorts wordt gesmeerd en stiekem het woord lul op de achterkant van iemands jas wordt getaped. Dit en nog veel meer willen wij vandaag weten van onze gast, Theo Maassen uit Eindhoven. Yep. Welkom. Dankjewel. Tof dat je er bent. Wij zijn eigenlijk met z'n drieën, met onze vriendinnen erbij naar jouw show hier in Club Haug geweest. Een week of twee geleden. Ja, ja. Had je het gemist überhaupt, optreden? Want dat heb je een tijd niet kunnen doen. Ja, ik had het heel erg gemist. Ja, ik vond het een genot. Ik vond het heerlijk. En zeker, het werd echt helemaal leuk toen ik ook echt weer voor een volle bak kon spelen. Mm-hmm. Ja, ik had het wel gemist. Ik heb ook wel mazzel gehad. Het kwam mij... Ik was eigenlijk met mijn vorige programma bijna klaar. En normaal heb ik dan altijd een vrij lange periode waarin ik andere dingen doe. Of ga nadenken wat ik nou wil weer gaan doen. Dus je had ook jongens die hadden één try-out. En toen was de lockdown en toen mochten ze niet meer spelen. Ja. Maar ik was er wel erg aan toe, ja. In die voorstelling gebeurde tot twee keer toe iets. Ja, Thomas riep iets op een gegeven moment. Ja. daar hebben ze in Eindhoven een woord voor. Dat was jij niet, hoor. Nee, dat was ik niet. Zeker niet. Maar er gebeurde tot twee keer toe iets inderdaad dat iemand... je was aan een verhaal bezig en iemand sprak er doorheen. En één moment herinner ik me dat er viel een glas om of zo. En iemand van het personeel begon dat glas op te ruimen. Ja, heel lomp. Terwijl jij midden in zo'n riedeltje zat. Jij zat midden in je verhaal. En wij vroegen ons eigenlijk alle drie af. Wat gaat er dan door je heen als dat gebeurt? Nou ja, als ik op het podium sta, dan ik doe heel veel eigenlijk alles op gehoor. Want je hebt al die lamp op je gezicht. En ik heb normaal gesproken een bril. Op het podium heb ik nooit een bril. Dus ik ben helemaal, je staat helemaal open. Dus ik ben overgevoelig voor geluid. En dat is ook eigenlijk ook de dialoog die ik aanga. Ik praat, het publiek is of geconcentreerd stil of lacht. En dat is eigenlijk waar ik mee werk. Dat is het materiaal waar ik mee werk. Mm. Dus als iemand daar heel lomp dat glas op gaat vegen, dat voelt als nagels over een bord. Ja. Dat is heel, heel erg. Maar je besluit daar verder niets mee te doen. Je deed in dat geval, je maakte je verhaal eigenlijk niet af. Je benoemde het en je maakte je grap op dat moment niet af. Is dat dan bewust? Ik bedoel, kan je die grap, is die eigenlijk doodgeslagen door dat moment? Ja, die is wel soms doodgeslagen. Ja. Want wat je toch doet is, je suggereert een soort van hardop denken op het podium. Terwijl je er natuurlijk allemaal over hebt nagedacht. Je weet waar je heen wil, maar je doet alsof je daar maar wat staat te lullen. Dat is eigenlijk je techniek. Dat het er niet meer zo uitziet alsof het uit je hoofd is geleerd. Ja, ja. Zoals jij dat begint met een blaasje. Ja, precies. Ja. Schud dat maar eens uit je mouw. Ja. En dus als iemand dat doet, dan is het stuk. Het is dan stuk gemaakt. Ja, dus dan moet ik ook weer alles bij elkaar vegen eigenlijk. Wacht even, Theo. Tegen storend publiek hebben onze vrienden van Teufel een oplossing. De Real Blue Noise Cancelling koptelefoon werkt tegen storend publiek, maar ook tegen overaanwezige vrouwelijke partners. Je vindt alle producten van Teufel op www.teufelaudio.nl en gebruik de kortingscode SPORT10, alles in hoofdletters, voor 10% korting op het hele assortiment. Nee. De kortingscode is veranderd, vriend. Zie, voetbal10 is het nu met de hoofdletter V. En dan vergeet je nog de Black Friday deals te benoemen bij de enige echte audiofabrikant uit Berlijn, Teufel. We hebben het vandaag ook over voetbal. Ben jij een voetballer? Of heb je gevoetbald? Wat ben je voor speler geweest? Ik ben wel een voetballer, maar mijn hand-oogcoördinatie is wel veel beter dan mijn voet-oogcoördinatie. Ik ben best wel een oké basketballer en handballer en volleyballer en tafeltenser en dat soort dingen. En met voetballen ben ik wel op zich wel sportief en ik ben wel snel en wel sterk. En dus fysiek lukt het allemaal wel, maar ik ben wel een soort lompe voorstopper ben ik. Maar ik ben niet een hele verfijnde voetballer. Ik heb ook niet het inzicht of zo. Mm-hmm. Ik heb wel eens met Ronald de Boer zitten kletsen. Die zat dat uit te leggen als een voetballer echt tactisch in zich heeft, dat bijna is alsof hij zo boven het veld kan kijken. En heb ik dus ook helemaal niet. Nee, ik ben een domme voetballer. God, wat zou dat lekker zijn. Ik loop daar ook tegenaan. Als ik in het veld sta, dan zag ik het allemaal niet. En dan zag je een keer op de tribune en denk je, tering, het is eigenlijk
Best wel makkelijk als je het boven ziet. Ik had ook, maar ik heb jou iemand horen zeggen dat jij jezelf als voetballer beschreef als een mix van Aarle en Romario. Ja, precies. De conditie van Maradona en het spelinzicht en de techniek van Aarle, ja. Heb je net het verkeerde van die spel? Ja, maar ik hoorde net wel dat je topscorer bent geworden tegen het amputatie-elftal van Sierra Leone. Ja, ik ben wel meedogenloos. Het amputatie-elftal. Ja, Sander was hier net, Sander de Kramer, die met zijn stichting in Sierra Leone natuurlijk. En die had daar mensen, jongens die vanuit de oorlog daar een been of een arm missen. Daar hebben ze een heel voetbal-elftal meegemaakt. Ja. Die waren toen op reis. Amputatie-elftal. Ja, en die hadden met een artiestenteam tegen. Dus ik zei, alles hoog voor de pot, want de jongens kunnen niet springen. Ja, je moet mensen serieus nemen. Ik vind dat belangrijk. En niet als zielig gaan beschouwen, toch? Nee, dat is waar. Daar ben ik er wel mee. Of was het geworden? Uiteindelijk wonnen zij met 9-8. Echt? Ja, volgens mij wonnen zij wel. Ja. Right. Je bent wel een voetballiefhebber. Zeker. Dat draag je ook uit. Is dat ook een wereld waar je als materiaal uithaalt? Voor je voorstellingen bijvoorbeeld? Soms, ja. Ik heb ooit in mijn eerste programma een heel stuk over Barry van Aarle. En soms wel een... Er zit nou trouwens ook nog een joke in mijn nieuwe show die ik niet wil gaan verraden. Die was al een keer, volgens mij was die verraden in een podcast, was dat bij jullie? Nee, ik weet het niet meer. Denk het wel. Maar dus heb ik wel een... Wij zijn ook meedogenloos. Ja. Dus ik heb wel eens een geintje erop, maar niet heel veel. Het is gewoon echt een... ik vind het heerlijk dat het bestaat. Het is een soort wereld naast je echte wereld. Ja. Waarin dingen natuurlijk totaal onbelangrijk zijn. Als mijn dochter ziek is, vind ik 100 keer erger dan wanneer PSV verliest. Maar toch zit ik heel fanatiek voor die tv. En het is een soort escapistische wereld ernaast. En daar geniet ik wel heel erg van. Ja. Ik heb wel eens tijdens het voetballen, of niet per se tijdens voetballen, maar als ik over mijn eigen spel nadacht, heb ik wel eens een keer een grap van jou in mijn achterhoofd gehad. Over René van der Kerkhof, denk ik. Ja. Dat hij maar één beweging had. Ja. En dat de tegenstander er altijd intrapte. Omdat die tegenstander dacht van... Hij zal het toch niet weer. Dat wel ook met haar binnenkomen en linker gaan. Ja, ik heb er wel eens op die manier over nagedacht. Maar is dat eigenlijk zo? Denk je daar als verdediger op die manier over na? Ik weet wel, bijvoorbeeld als je... laten we Robben als voorbeeld nemen. Of Mark Weken nou. Ja, nou ja, in principe weet je en hoor je de hele tijd, ja, dek zijn linker, ja, Thomas, eigenlijk ben jij ook een type speler, rechtsbuiten met een linkervoet. Dek zijn linkerbeen af, dek zijn linkerbeen af, maar dat blijkt toch keer op keer dat niet lukt. Ik had ook altijd dan een handje van, je hebt dan, het gebeurt je één keer dat iemand zegt, luister, hij komt altijd naar binnen en schiet in de korthoek. Ja. En dat ja. je dan toch denkt, hij gaat zijn standbeen staat zo, hij gaat naar de lange hoek en jij laat je een beetje lokken en hij gaat in de korthoek erin. Krijg je zwaar op je flikken en dat blijft er bij mij heel lang hangen. Dus dan denk ik altijd die keer daarna ben je dan zo... soms is het lastig als je weet wat iemand gaat doen. Omdat je wil er ook weer niet te veel op instellen. Nee, want dan denk je, oké, prima, als hij ziet dat ik naar de korte hoek ga... Dus dan ligt met andere woorden, de grap van Theo, die was wel accuraat. Ja, ik vond het serieus wel lastig, maar dat kan ook aan mij liggen. Hoor, dat ik dan weer veel zo op nadenken. Maar dat is het lastige. Volgens mij een overeenkomst tussen voetballers en comedians. Je moet in het hier en nu zijn. Ja. En die voorinformatie, dat je weet wat hij gaat doen, kan ervoor zorgen dat je uit dat hier en nu geraakt. Omdat je denkt te weten wat hij gaat doen. En dan zit je al in de toekomst in plaats van het hier en nu. Ja, het moet op zo'n automatische piloot gaan. Ja. Dus, want hoeveel informatie is fijn, bijvoorbeeld, dat een coach geeft ook over je directe tegenstander? Wat het ergste is bijvoorbeeld in het geval van Rob is dan extreem, denk ik, maar dat een trainer, zeg maar, van tevoren een analyse maakt en zegt van, hij is links en laat hem niet schieten met links, want dan is hij dodelijk. En als het dan wel gebeurt, dat de trainer dan zegt van, ja, ik heb het je nog gezegd. Ja. We hebben nog gezegd, hij is links. Ja, als hij meerdere goals met links heeft gemaakt, dan zullen andere mensen het ook wel weten. Zal hij ook wel waarschijnlijk gewoon iets goed kunnen. Zeg maar. Dus maar je schat wel als verdediger eigenlijk in het onbewuste in wat de kwaliteiten van je tegenstander zijn. Dus als er een gevaar dreigt dat iemand heel vaak kapt, terwijl die doet alsof die schiet, maar kapt. Dat calculeer je wel allemaal in. Dus die informatie is gewoon heel bruikbaar eigenlijk. Ja. Hoeveel percentage van de doelpunten die vallen... bij hoeveel gaat een fout daaraan vooraf? Mega veel. Echt mega veel. Dat is een goede vraag. Ik denk bijna bij alle goals. Ja, maar dan is... Ja, dat is eigenlijk bijna bij alle goals. Maar dan is de vraag... Wat is een fout? Ja, het komt... Volgens mij de meeste goals komen uit omschakelmomenten. En een omschakelmoment, dat heeft dus altijd te maken dat iemand balverlies leidt. Dus dat zou je dan een fout kunnen noemen. Je kan wel dat... Thomas weet dat misschien minder, maar Bart en ik hebben dat vaak genoeg meegemaakt. Je gaat altijd de tegengoals analyseren.
En dan weten ze toch eigenlijk bij iedere goal weten ze wel iemand aan te wijzen wie zijn fout het is. Ja, ik heb letterlijk nog nooit meegemaakt dat er dan gezegd werd, jongens, hier moet je gewoon voor applaudisseren. Ja. Dit is niet te verdedigen. Ja, wel, er wordt wel gezegd, maar dan alsnog wordt iemand aangewezen. Maar ja, ja, wel, ja. Dit had je nog wel kunnen doen. Even over trainers gesproken, iets actueels. Ik las vorige week dat Wesley Sneijder... dat ik moet lachen. ik moet wel lachen. Even kijken, ik moet goed zeggen, hij heeft de trainerscursus verlaten. Ja. En hij zegt daar het volgende over. Er wordt gesuggereerd dat wij als ex-voetballers geen ervaring hebben, maar dat is onzin. Ik heb veel trainers meegemaakt en daar haal ik veel ervaring uit. Ik weet hoe het wel en niet moet. Ik zie mezelf meer als manager dan als een echte veldtrainer. Hij vervolgt, ik heb 134 interlands op mijn naam staan, maar ik heb nog nooit een paasoefening gezien met een rollende bal. Dat vind ik onzin en lachwekkend. Ik wil nog altijd graag trainer worden, maar wel op een manier die mij het beste past. Ah, was niet goed genoeg. Hij kon het niveau niet op de cursus. Mee, denk ik, op de cursus. Ja. Dat denk ik ook niet. Hoe is dat niveau? Weten jullie van die zo'n opleiding? Is dat Thomas? Thomas ja. Ik heb er nu twee gedaan. Zeg maar de twee die Wesley Sneijder mocht overslaan. Omdat hij meer dan 40 interlands heeft gespeeld. Die heb ik nu gedaan. En ik heb me ingeschreven voor die. Op zich is het... ik denk dat het niveau vooral bepaald wordt door degene met wie je op die cursus zit. Dus je krijgt vooral aangeleerd of ze helpen je bij het feit van ja, je wil op een bepaalde manier spelen. En dat moet je dan ook gaan trainen. Nou, hoe ga je nou trainen wat je voor ogen hebt? Hoe ga je dat bereiken? Dus het gaat eigenlijk helemaal niet eens per se over super tactische dingen. Maar het gaat gewoon over de voorwaarden creëren, zeg maar. Dus ik vind dat best wel... Ik denk zeker in vergelijking met andere landen dat Nederland daar best wel ver in is. En het is natuurlijk raar als je een opleiding gaat doen en dan vervolgens zelf kan gaan bepalen van ja, dit vak vind ik wel interessant. Ja. Want daar heb ik veel mee op en dit vind ik, dan stop ik er mee. Of moet ze maar maat, dan moet de KNVB maar zorgen dat het voor mij perfect op maat geschreven wordt. Ik geloof dat Jaap Stam het ook een keer heeft gecanceld. En dan was er zoiets als dat hij een broertje dood had aan huiswerk maken. Dat hij niet gewend was om in een klas te zitten en dat soort materiaal tot zich te nemen. Ja. Ja, maar dat is ook niet raar. Want die gasten hebben heel hun leven lang gewoon een praktisch beroep uitgeoefend. Ja. En die komen dan nu in één keer in een situatie waarin ze... En in dat praktische beroep, vooral Sneijder, kon eigenlijk alles op zijn talent en wel doen. En die komen nu in een situatie waarin ze misschien minder goed zijn in dingen. En ik denk dat het zeker bij Sneijder wel echt zo werkt. Dat je denkt van, godverdomme, ik was altijd de beste. En nu zie ik jongens die alleen maar omdat ze harder kunnen werken of omdat ze gestructureerder zijn of beter met een laptop zijn. Die zie ik dat ze dit beter kunnen dan ik. Dat lijkt me ook wel lastig. Ja, ja, maar het zou wel sieren als die ook een beetje zelfreflectie zou hebben. Ja. Ik vind het Van Basten, die heeft er natuurlijk ook een tijd over gedaan. Maar die zei op een gegeven moment wel, ja, ik ben gewoon niet zo'n goede trainer. Wel nadat hij bondscoach was geworden van het Nederlands elftal. Ja, bizar. Ja. Ik vind sowieso dat in de voetballerij, dat status een veel te grote rol speelt. Ja. Het is toch duidelijk, die Arne Slot is een goede peer, een goede coach. Ten Hag is een geweldige coach. Het zijn toch vaak dat soort middelmatige voetballers die uiteindelijk floreren. Ik hoop dat het zo is. Vaak trage voetballers of een Gaal, dat je die tactisch slim moeten zijn. Ja. Dat ze anders niet kunnen bijbenen. Ja, maar ligt serieus, de hand. Ik denk serieus wel dat zo is. Dat je misschien, als je echt zo goed bent in het veld, dan gaan dingen zo makkelijk af dat het gewoon moeilijk is om dan daarna trainer te worden. Dat je dat dan misschien indirect ook van je spelers verwacht. Of omdat je nooit echt op een hele gestructureerde manieren moeten nadenken over het spelletje of over hoe je het op anderen moet overbrengen. Ja, Theo zegt over trage voetballers, dat klopt, dat kan ik ook uit ervaring wel zeggen. Dan moet je het spel lezen, omdat je anders gewoon niet aan te pas komt. Ja, plus dat je communicatief vaardig moet zijn en met veel verschillende types moet kunnen omgaan. En er komen zoveel kwaliteiten bij kijken die niks te maken hebben met of je een vrije trap heel... want daar maken ze wel indruk mee, dat ze dan een flesje van de lat af kunnen schieten. Ja, nou en... Ik hoor je zeggen, communicatief vaardig. Klopt dat jij jezelf wel eens naar voren hebt geworpen als een nieuwe trainer van PSV? Ah, er wordt veel aan mij getrokken. Maar ik moet daar niet aan beginnen. Zou dat kunnen? Nee, tuurlijk niet. Zou je meer een veldtrainer zijn of een manager? Ik zou wel elftopbegeleider willen zijn en zorgen dat de sfeer een beetje leuk is. Weet je, een Jan Siemerink van PSV, die doet dat bij Ajax. Die is teammanager bij Ajax. Ja. We hebben een paar weken geleden Raymond Sluiter gehad. Die was bijna teammanager van Feyenoord, totdat hij wist wat hij daadwerkelijk eigenlijk moest doen. Ja. Welke taken bij die baan hoorden. Toen is hij snel afgehaakt. Nee, ik heb geen idee. Nee, ik denk niet dat het geschikt zou zijn voor mij. Over trainen gesproken. Is humor eigenlijk iets wat te trainen is? Of gaat het vooral over aanleg? Ja, ik denk dat aanleg daarin wel het allerbelangrijkste is. Ja, het is ook
Het is gewoon een manier volgens mij hoe je in elkaar zit en hoe je naar de wereld kijkt. Ja, dat is wel hoe je gebakken bent volgens mij, hoor. Ik zou daar geen... Volgens mij wordt dat heel pijnlijk als je daar... Als je ook heel hard aan gaat trekken. Ja, dat hoeft ook helemaal niet. Nee, trainbaar, nee. Humor specifiek, ik weet het eigenlijk niet. Maar jullie bij de Comedy Train, jullie schaven toch ook een beetje aan elkaars programma? Zeker, maar dat zijn mensen die allemaal wel een goed gevoel voor humor hebben. Al. Ja, ja, ja. En er is ook niet zoiets als een opleiding tot komiek of tot cabaretier? Nee. Er is wel natuurlijk, het is gewoon doen. Ja. Doen wel, dat maakt je wel vaardiger. En het maakt je ook... dat je ook relaxed, want het gaat, dat is met voetbal natuurlijk ook. Het gaat soms goed en soms gaat het niet goed. En ik denk wel dat op een gegeven moment als je ervaring hebt, dat je relaxter bent onder de omstandigheden dat het niet goed gaat. Ja. Dat je daar niet van dichtklapt en paniek raakt, maar dat je gewoon rustig blijft en doet wat. Snap je? Zoiets. Ik heb wel zo gezegd dat je heel weinig podiumvrees hebt. Dat je in een soort van bad bent gevallen. Maar weet je wat Obelix in die keek. Ja, dat is wel een beetje waar, ja. Maar hoe was het zeg maar in het begin? Zeg maar, als je de eerste paar keer op zo'n podium gaat, ik kan me voorstellen dat het gewoon fucking eng is. Nee, dat voelde niet eng. Terwijl als ik nu terugkijk en denk, wat had ik toen, weet je wel? Wat had ik toen voor materiaal en zo? Ja. Ik zou me nu kapot schamen. Maar ja, het was een soort zelfoverschatting misschien ook. En soort, ik weet niet. Ik dat werkt bij voetbal zo vaak. Dat is natuurlijk super belangrijk. Ja. Maar ja, je hebt ook acteurs en cabaretiers. Die moeten werkelijk kotsen voordat ze opgaan. Ja. Omdat ze zo nerveus zijn. Ja. Ik zou onmiddellijk een ander beroep kiezen. Maar je hoort dat bij voetballers ook wel eens. Ja. Of moeten kakken. En als je dat hebben... kotsen ook. Ja. Echt. Ja, het gebeurt echt. Ja, ja maar, en dan niet eens... En omdat ze bang zijn, maar gewoon pure spanning is dat. Ja, maar jij hebt toch ook dat je een aantal dagen... ik zat vandaag de podcast terug te luisteren waar je bij Woeste Meuk met Nico Dijkshoorn was. Ja. Maar daar zeg je ook dat voordat je aan een tournee begint of show, dat je dan een aantal dagen daarvoor wat zagrijniger bent. Of gewoon niet echt te genieten bent thuis. Nou ja, je bent wel gefocust. Het is niet iets waar je... De ideeën die je hebt, die marineren in je kop. Het is geen baantje dat je denkt, ik ga nou tussen 10 en 2 eraan werken. Mm. Dus je staat op een bepaalde manier wel de hele tijd open en ben je ermee bezig. En soms is het dan dan ben je wel ook wel monomaan bezig. Dus je bent de hele tijd gefocust en je bent daarmee bezig, bewust of onbewust. En dan ben ik niet per se de gezelligste persoon van Nederland. Heb je dan wel eens dat je soms zo'n inzicht hebt dat er ineens een grap binnenkomt? En soms heel onverwacht. Vind je die zelf dan ook heel grappig op dat moment? Ja, soms, soms denk ik wel, meer de blijdschap van, hey, ik heb iets. Dit is het. We zaten gisteren met Bradley, vriend van jou, we zeiden, we nemen morgen op met Theo Maas. Wat zou jij van hem willen weten? Toen zei hij, ik ben nog zo benieuwd of hij dan ook helemaal stuk gaat in zijn eentje als hij thuis zijn grappen zit op te schrijven. Nee, zo werkt dat niet. Maar vaak ontstaat het ook gewoon omdat ik met een vriend aan het kletsen ben. Ook, weet je. Zoals gewoon dat je onder elkaar bent. Of mijn regisseur is ook een van mijn beste vrienden. En dan zitten we gewoon te geinen. En sowieso praten wij over de wereld. Of over onze relaties. Of over wat vrienden doen. Ja. En dan soms verformuleer je het zo. Dat je denkt, maar dit kan ik ook gewoon op het podium vertellen. Dus het is vaak al ook gepasseerd. Ik ben niet iemand die gaat zitten met een wit papier en een pen. En die even grappen op gaat schrijven. En je hebt van die gasten, die werken voor Dit Was Het Nieuws. Ja, die doen gewoon papel bijna. Ja, die hebben dan een aantal onderwerpen. En die schrijven dan gewoon 40 onderwerpen over Wesley Snijder. Die zegt, ik ben meer een manager. Ja. Ik moet er niet aan denken. Bij mij is dat wel echt zo van, ik lees wat en ik denk wat. En dan daar destilleren ze. Ja, soms komen daar grappen uit voort of gedachten uit voort. Waarvan ik denk, die zijn misschien wel de moeite waard om ook op het podium hardop uit te spreken. Maar niet van, wat kan ik daar nou eens grappig zo over zeggen? Zo werk ik helemaal niet. Zit je studio sport te kijken en dan komt er een voetbalinterview. Ja, of gewoon het fietsen of een wandelen of een douchen. Net als je er niet mee bezig bent. Dat is ook klassiek. Douchen en inspiratie. Klassiek hoor je altijd van iedereen. Vind ik ook heel bijzonder. Ja, ken ik ook wel. Maar wat ik wel vaker meegemaakt is voetballen. Zeg maar, dat je een wedstrijd hebt gespeeld. Dat je vervolgens een sport tegenkomt. En die gaat dan een heel verhaal tegen je ophangen over hoe je had moeten spelen of die moet spelen en die moet spelen. Echt? En dat moet zo. Dat Bart er ook wel regelmatig mee heeft gemaakt. Maarten,
Weet ik niet. Nee, bij mij liepen ze, dan, ja, liepen ze gewoon door. Nee, maar heb je ook wel... Ze dachten dat je op kantoor werkt. Ja. Ga van drinken pakken. Dat iemand die bij jou in het publiek heeft gezeten, dat hij jou gaat vertellen hoe je... Ja, ooit die grap misschien ook is nog. Van, hey Theo, die neef van mij, hè? Ik heb een neef. Die is pas echt dat soort dingen. Die is pas echt grappig. Ja, daar kan je niet zoveel mee. Maar niet, nee, maar niet technisch, zeg maar. Nee, van, ja, als je dit hebt gezegd. Of, ik vind het ook wel gênant. Ik heb een tijdje in de buurt om de hoek bij Philip Cocu gewoond. Die kwam ik eens tegen en zo. En maar hoor je of praat je of alles keert of zo. Maar ik voel dan toch niet de behoefte om voetbal inhoudelijk met hem te gaan praten. Denk je. En hij heeft er geen zin in. Nee. Want die is de hele tijd al mee bezig. Ja. Die vindt het dan leuker om even over onze kinderen te praten of zo dan. Ja, en ik denk ook niet dat als jij iets zegt, dat hij dan vervolgens achter zijn trainersbureautje zit en denkt van ja. Nou, ik heb wel eens dingetjes waarvan ik denk, ik snap niet dat dat niet wordt, dat niet gebeurt op het voetbalveld. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, ik heb wel eens bijvoorbeeld dat PSV en een spelen ze voor de beker tegen een amateurclub of zo. En dan is er een corner voor die amateurclub. En wat PSV dan doet, is wat ze altijd doen. Dus dan zetten ze twee spelers op de middenlijn en de rest gaat terug. Dan denk ik, zet 6 spelers op de middenlijn. Laat die amateurs, dat ze niet weten wat ze moeten doen. Dat is raar. Je moet zorgen dat de tegenstander niet weten wat ze moeten doen. En dat is dan zo'n... Een standaard situatie zou je niet standaard moeten benaderen, maar juist heel anders. En dat begrijp ik dan ook niet. Wat ik ook heel raar vind, is dat keepers staan heel vaak, je hebt een keeper toch, keepers staan vaak, en volgens mij is dat weet ik bijna zeker dat het zo is, die staan vaak te ver voor hun goal. Die willen meedoen, die staan, terwijl het is veel makkelijker om naar voren te lopen dan naar achteren lopen. Dus voor, daar kom je wel. En heel vaak gaan balletjes toch overheen. Van denk je, als je gewoon 1,5 meter naar achter had gestaan, was die bal er nooit ingegaan. Ik denk dat ook gebeurt dat echt zo heel vaak? Ja, het valt me altijd op. De eagerness van keepers, van die willen ook meedoen. Blijf nou gewoon op die lijn onder die last. Ja, het is ook wel zo dat als een spits zeg maar richting de goal beweegt, dat de keeper soms uit een goal komt, waardoor ze eigenlijk hun goal juist veel groter. Maar dat zijn wel een beetje twee andere dingen. Okay, volgens mij. Okay. Zeg maar als gewoon het spel gaande is, dan moet je, vind ik wel gewoon uit je doel staan, zeg maar om diepte eruit te halen en om die ruimte zeg maar klein te maken daarachter. Maar ik ben wel met jou eens, je hebt vaak bijvoorbeeld als zou iemand dribbelt een beetje rond de 16 en er is een verdediger bij, dan hebben sommige keepers de neiging om constant naar de bal toe te bewegen. En dan rollen die ballen vaak zeg maar heel lullig erin. Ik heb wel een fascinatie met keepers. Ik had een keeper willen worden. Als ik iets had moeten zijn, wat ik al zei, mijn hand-oogcoördinatie is beter dan mijn voet-oog. Bij mij ook. Ik las vroeger ook altijd interviews met keepers en zo. Ik vind het wel altijd heel erg fascinerend. Om zo'n eenling te zijn in een team. Ik vind het een soort ideale situatie. Wat is je favoriete keeper? Ik vond Stanley Menzo hele leuke keeper. Spectaculaire keeper. Sam was wel heel goed, maar die vond ik heel saai. Ik heb nog Jan van Beveren ook nog zien. Die was ook fantastisch. En de goede als cultfiguur vond ik ook heel erg grappig. De keeper van Breukelen vond ik ook een soort saai Joop. Ik heb ook een soort Joop Hiele moment in mijn leven gehad. Ik heb dit nog nooit verteld. Ik hoop niet, Joop Hiele zal het niet luisteren. Bedoel je dat? Ja, kan wel. Ik ken Joop nog wel redelijk goed. Dus, Nee, dan kan ik dit niet zeggen. Nee, ik ga het niet zeggen. Jawel, zeg Joop Hiele. Bedoel je die dropkick tegen Volendam? Dat tegen iemand zijn hoofd schoot, eigen goal? Nee, sorry. Ik laat het. Ik skip dit is doodziek. Ik heb al 3 niet gesproken. Ja, stom. Nee, ik vertel het later wel. Oké. Okay. Je zegt ideale situatie om een eenling in een team te zijn. Wat is daar ideaal aan? Ja, het lijkt me. Ik ben ook bijvoorbeeld. Ik vind een groep vind ik altijd iets akeligs hebben. Ik heb ook geen vriendengroep of zo. Ik heb jongens, mannen waar ik het heel goed mee kan vinden. En dat vind ik heel tof om daarmee samen te zijn. Maar met mijn verjaardag, als al die mensen bij elkaar zijn, denk ik, die volgens mij vinden die me. Dus ik vind een groep, dat er een soort code ontstaat, dat iedereen hetzelfde denkt of zich hetzelfde kleedt. Dat gaat mij heel snel irriteren. Maar tegelijkertijd ben ik ook geen Einzelganger. Ben ik ook niet iemand. Dus ik zo wel erbij zijn en zo, maar op een soort gepaste afstand. Ja, dat vind ik wel ideaal. Zo. Want dat lijkt me super moeilijk om onderdeel te zijn van zo'n. Om je daar toch aan te moeten passen. En toch een beetje je persoonlijkheid in te moeten leveren. Ik ben natuurlijk een individuele sporter geworden uiteindelijk op het podium. Je moet er ook denk ik veel inleveren om leuk mee te kunnen. Of je moet al van tevoren er helemaal... Jij zou toch een kettinkje... Heb je een kettinkje?
Ja, dat was, het was net een kort dag, Theo. Ah, ja, ja, echt. Daar kwam ik een beetje voor. Sorry, we moeten je teleurstellen. Ja, ik ben ook teleurgesteld. Ja. Nee, maar ook ik moet nog zoeken. En dat er helemaal geen vrouwen zijn. Ik heb ook wel eens in een klas gezeten met alleen maar vrouwen. Ik vond het verschrikkelijk. Ik ook. Dat het ook helemaal niet gemixt is. Dat je ook alleen met alleen maar mannen zit. Dat lijkt me Maar dat is bij Excel zo leuk. Daar zit zeg maar kantoor en de voetbalkant zit gemixt, want het zo klein is. Dus dan kom je wel een beetje vrouwen van kantoor tegen. Ja. Dat is wel goed voor de sfeer. Ja, lijkt me. Maar daar werk je niet mee samen. Dat is wel gewoon... Ja, het is wel anders, ja. Ik heb al, denk ik, 8 jaar lang niet met een vrouw samengewerkt, zeg maar. Behalve dan thuis. Ja, thuis. Dat voelt ook als een soort... Ja, je uitgestuurd. Ja, je wordt kaart. Ik moest trouwens nog wel wat vragen. Wij zijn naar die show geweest en mijn vriendin was er ook bij. En die vroeg zich af of jouw vrouw ook heel hard lacht om jouw grappen. Ik mag niet komen. Nee, echt niet? Nee, ik vind het heel eng als zij komt. Nee, maar deze show zou ze wel mogen komen. Nee, zij moet nooit lachen om mij. Zij moet nooit lachen om mij. Maar vertel jij ook nooit een grap als die zegt. Wel eens, maar dan denk ik, ik moet dat ook niet meer doen. Ik denk dan dat het een kutgrap is. Door de reactie. Dat vertel ik op het podium en dan moeten mensen elkaar lachen. Dus ik moet dat helemaal niet op haar uittesten. Maar zij mag niet komen omdat jij dat storend vindt? Ja, dan zit ik mijn hele tijd te beseffen dat zij er zit. Maar ook, en dan voel ik me beoordeeld. Terwijl ik voel me vrij op het podium. Maar is dat ook omdat het soms over haar gaat? Nee, dat niet. Nee, okay. Dat maakt niet uit. Voetballen jullie beter of slechter als jullie een meisje op de tribune zit? Ik geloof niet. Ik vind het wel leuk dat ze er is. Maar ik denk niet dat het veel uitmaakt voor de kwaliteit. De beste periode van Marco van Basten als voetballer was toen hij heel verliefd was, heeft hij wel eens verteld. Dat zeggen ze vaker. Ja. Dat kan ik trouwens wel geloven. Ja. Hoe is dat bij jou, Bart? Je zegt lang geleden. Lang geleden. Je zit niet in je beste periode. Geitje lang. Jij speelt toch, wat ben je, centrale verdediger? Ja. Dat is je positie, ja. En ben je dan, want dat was vroeger meer met voorstopper en laatste man, maar dat is eigenlijk Nee, dat geen voorstopper. Dat is wat oude mannen altijd zeggen. Ben je dan voorstopper of laatste man? Maar die tijd is echt geweest. Het is gewoon linker en rechter. Lekker op het rijtje. Ja. Beugelsdijk en vriend. Dat is jouw compagnon. Dat is mijn compagnon. Oh, grappig. Die kleedkamer waar we het net over hadden, ik zei het al in mijn intro, er zit ook een vorm van humor in die een beetje specifiek is voor die voetbalwereld. Ik chargeerde het een beetje, maar eigenlijk is dat wel zo tijgerbalsem in boxershorts. Ik chargeer het. Nee, maar dat is wel een klassiekertje. Ja, ik hoorde er eentje bij de Graafschap afgelopen week dat Hidde Jeus, die keeper, zij doen de dag voor de wedstrijd vaak een afwerk voor, maar er zijn er meerdere ballen bij betrokken. En dan word je als keeper er heel kriegerig van, want dan is soms die ene bal nog gaande. Ja. En dan komt die tweede al in het spel en dan ben je altijd bang dat je hem op je bakkes krijgt. Dus dan had hij een beetje zo'n paniek geroepen. Hallo jongens, pas op, het gaat hier ook om onze veiligheid. Maar dus toen hebben ze de dag daarna, hebben ze stoel zo helemaal, had ze overal in het gebouw van die pas op warning signs opgehangen. En hebben ze hem een pak gegeven met een helm. Dat is dan een beetje, dat ze zoveel moeite doen. Dat vind ik ook hij is ook gaan trainen volgens mij met helm en de gym ingaan met zo'n oranje. Ik zag er van de week nog eentje bij Fortuna Sittard. Dat moet dan ook een klassiekertje zijn, ik ken hem niet. Maar die dus zeggen dan tegen een jeugdspeler, het is altijd een jeugdspeler. Als we 3 eieren stuk staan op je hoofd, dan krijg je 1000 euro. En die jeugdspeler die dacht, dat ga ik doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik was er ook in getuind, denk ik. Maar ik kende die grap ook niet. Schip van de kameleons, toch? Blijkbaar. En wat gebeurt er? Mats Seuntjes slaat 2 eieren stuk op zijn hoofd en zegt, hier laat ik het bij. En iedereen gaat lachen. Nee. Nou ja, goed, dat is een beetje het niveau waar we mee te maken. Bilal Wahib is daardoor in de problemen gekomen. Wie? Bilal Wahib, laat je piemel zien. Ja. Van waar zitten dan de oogjes? Dat is een beetje ook zo'n gegeven. Alleen hij deed met een kind livestreamend. Ja. Maar is dat een beetje het niveau wat jou aanspreekt? Nou ja, dus kijk, als ik met Najib Amali een balletje overtrap, dan zijn we natuurlijk zelf leuk bezig. Maar dat niveau is natuurlijk super kut van voetballen. Ja. En zo staat andersom natuurlijk ook mijn humor. Heb je nog een tip? Nee, als het leuk is voor de, het heeft toch zijn functie. Ja, het is toch niet voor in het theater, het is toch voor daar. Maar is dan ook vaak toch ook een en dezelfde steeds te lul? Of wordt dat wel een beetje bewaakt? Nee, je hebt denk ik in de kleedkamer wel het dingetje dat vaak als jongens een grote bek hebben, dan wordt het juist heel leuk om ze te fucken. En dat is op school, als je het met een schoolklas vergelijkt, waar dat natuurlijk vaak dan wel het gebeurt, dat is wel wat anders. Ja. Dus ik denk wel dat zal vast ook gebeuren. Het is gewoon iemand die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, even een kopje kleiner maken. Dat is meestal wat het is, denk ik. Ja, en er wordt ook wel, je hebt als grappenmaker natuurlijk wel verantwoordelijkheid over wie je pakt. En
Nou, daar wordt wel... Ik denk als je de verkeerde pakt, zeg maar, dan word je zelf denk extra hard aangepakt de volgende keer. Maar het is wel zo, als je de aanval kiest, dan dat spreek ik uit ervaring, dan word je toch verrassend eigenlijk niet zo vaak teruggepakt. Dus ik hoorde van Tim de Klerk, weet je Tim de Klerk? Ja. De Klerk, bij Feyenoord voetbalde, dat hij dan in de kleedkamer naast de wc zat en dat niemand ooit zijn handen waste, maar altijd aan zijn hoofd aan zijn hoofd afveegde. Dat het echt letterlijk de pispaal was. Dat iedereen zijn handen zo een beetje over door zijn... Vind ik ook wel zielig. Ja, vind ik wel leuk dan eigenlijk. Ja, iemand moet ook op een gegeven moment toch zeggen... Ja, je moet dan ook een keer kwaad worden, toch? Dat je dat niet meer pikt. Ja, dat is het moeilijke. Want dat gebeurt, dat is natuurlijk... Het gaat van kwaad tot erger. En uiteindelijk komt er een keer een moment waarop een grap gemaakt wordt die eigenlijk niet kan. Maar dat heb ik niet zo vaak meegemaakt. Ik weet niet, met zo'n situatie die je nu bij de Claire schetst... Dan moet iemand een keer kwaad worden. Maar het gebeurt ook vaak dat juist als je kwaad wordt... En als het dan niet helemaal overkomt, dan is het de keer daarna dat spanningsveld alleen maar mooier om het nog een keer te doen. Kijk of iemand nog een keer uit de tent komt. Maar vind jij die situatie nog steeds funny, zo die ik schets? Die met Tim de Klerk? Ja, dat vind ik al... Ik vind het wel grappig. Ja, ik vind dat ook wel mooi. Ik vind zeker de kracht van de eindeloze herhaling. Dat vind ik gewoon leuk, toch? Ja. Het is wel lullig, maar ik schat zo in dat Tim de Klerk wel iemand is. Hij is ook heel vroeg kaal geworden. Ik weet niet of hij met het allemaal te maken had. Of dat zuur, weet je wel. Ja, maar die kracht van herhaling is gewoon zo leuk. We hadden een jongen bij, zelfs Robin van der Meer, die zei altijd dat hij een beetje een vlassig kapsel had. En die vond dat eigenlijk best wel vervelend. Maar altijd als je achter hem langs liep, moet je even zo over gewoon over dat eitje hierachter zo wrijven. Dan werd hij heel kwaad. Maar dat is typisch zo'n ding, hoe bozer hij wordt. Iedere keer zo'n langs op de kaas. Eigenlijk wel weer leuk. En dan ga je weer. Het was zo mooi. Als zijn kruisband gescheurd, was hij geopereerd. En toen kwam hij terug. En toen vroeg ik aan hem of ze hem heel lang in dat ziekenhuisbed hadden laten liggen. Omdat hij zo plek. Dat wat baby's ook hebben op hun achterhoofd. Maar hij pakte dat wel goed op. En hij... was ook wel vrij hard hij kan goed uitdelen, maar hij kan ook goed incasseren. Ja, dat is wel. Hoe werkt dat dan in een kleedkamer? Want dat ken ik natuurlijk niet. Hoe wordt de status bepaald? Is dat op voetbalkwaliteit of verbale kwaliteit? Of wie de lekkerste vrouw heeft of de grootste team? Ja, een beetje verbaal, maar grotendeels wel gewoon op voetbal. Ja. En dan wordt soms van hoger af wordt er een soort leeftijdshiërarchie ingeforceerd, vind ik soms. Maar die houdt geen stand als je als oudere speler gewoon niet... goed genoeg of niet goed meer bent of zo, dan brokkelt dat echt af. Dus het gaat volgens mij echt over kwaliteit. En dan vind je nou 18 of 25. En ook als je bescheiden bent, maar heel goed. Want daar zijn ook voorbeelden van, toch? Of voetballers die... Dan word je wel goed getolereerd. Je stem weegt zwaar. Als jij zeg maar in het veld... Want uiteindelijk de dingen waar het echt om gaat... dat zijn discussies over welke beslissingen er worden genomen. En dan wordt er toch gewoon vaak gekeken naar de jongens die het best kunnen voetballen. Ja. Dat is wel mijn ervaring. Ja, maar verbaal gezien is het wel iets anders. Dan gaat het wel gewoon om degene die... meest ad rem is en maar toch de beste speler zal niet snel een pispaaltje worden. Die zal nooit een pispaal worden. Nee. Maar het ligt misschien ook wel aan per club. Ik heb ook wel eens gehoord dat Thomas Galasek, toen hij was ook een goede middenvelder die bij Ajax speelde. Maar die had een beetje een raar spraakgebrekje. Die sprak natuurlijk een beetje moeizaam Nederlands. Maar had ook een beetje een slissie of zo. En dat Van der Vaart en Sneijder hem de hele tijd erna aan het doen waren. En dat dat ook wel een beetje ten koste ging van zijn zelfvertrouwen of zo. Dat is ook wel erg. Maar ja, Ajax lijkt me misschien vroeger meer. Typisch een club waar dat heel extreem gebeurt. Ja. Hele harde club eigenlijk. Ja. Ik heb sowieso wel het idee dat die echt harde humor vroeger wel wat erger was dan nu. Ja. Is het ook wat soorten van hoe volgens mij Van Hooijdonk dan, daar hadden we het net even over, met Van Persie en zo omging. Dat gebeurt niet. Ik hoor dat ook, ik ken hem niet, maar ik hoor het vaak dat hij ook echt onuitstaanbaar kon zijn. Ja, maar bijvoorbeeld vroeger, toen, als speler. Ja. Ja. Maar bijvoorbeeld nu heb je, we hadden het daar in de vorige aflevering over, dat als iemand met een nieuwe outfit komt, dan gaat iedereen schreeuwen en gek doen. En ik heb wel eens een keer gehad dat ik, had ik een wat te wijde spijkerbroek aan de bovenkant, maar ik heb eigenlijk nooit een riem. En ik had alleen nog één hele oude riem liggen, maar dat is echt zo'n hele brede bruine met zo'n gigantische gesp. Maar ik had gewoon een trui erover aan, dus ik denk, joh, boeien, niemand ziet die riem. Ik heb gewoon die trui erover. Dus ik ga mijn broek zo opvangen en ik kom na die training terug en hangt echt die riem zo pontificaal aan de muur. En zie ik ook weer Robin van der Meer met gigantisch boete en had ik een boete, was op mijn stoel geplakt. Dat is prima, maar ik hoorde dan, weet ik vast, Van Persie een keer met een petje kwam, dan knipten ze dat petje doormidden. Ja, ja, dat is matig. Ik heb dat het idee dat dat nu niet zo heel snel meer is. Het is best wel een smalle tunnel waar je in moet dan, toch? Van is er dan ruimte voor
vogels die zich heel anders willen kleden. Of het voelt dan ook wel dwingend hoe je eruit moet zien, hoe je moet gedragen. Ja, dat valt dat mee? Ja, dat valt mee. Het is volgens mij... Drempel. Maar je voelt heel snel aan of het bij iemand authentiek is, of het iemand ergens een beetje bij hoort. Dat is de drempel. En als iemand authentiek, weet ik, ineens met een hele wijde roze trui komt, en dan, ik weet niet, dan denk je, ja, ik kan het wel hebben, en dan maak ik een geintje over, en dan... Kettinkje? Kettinkje geoorloofd? Ja. Ik weet niet, man. Ja, heb jij een kettinkje? Nee, maar ik val op vrouwen. Ik ben gewoon heteroseksueel. Maar ja, hij gaat kettinkje. En dat dan, misschien hebben jullie het hier al 100 keer over gehad. En bijvoorbeeld, kennen jullie voetballers die homo zijn? Maar wordt dat getolereerd? Als je het hebt over anders zijn, is dat oké? Okay? Ja, dat is wel een interessante discussie. Want er wordt, volgens mij jaarlijks is dat, krijg je van de VVCS zo'n een vragenlijst van hoe zou je het vinden als er een homo in je team zou zitten? En dan zegt volgens mij iedereen, of weet ik voor 95%, zegt geen enkel probleem, is niks. En ik denk niet dat het een heel groot probleem zou zijn, maar ja, dat gebeurt niet. We zijn gewoon nog nooit op de proef gesteld. En we zeggen allemaal met ons goede gedrag, kom erbij, het maakt niet uit. Maar de vraag, we zijn gewoon echt nog nooit op de proef gesteld. Er is een week of twee geleden een voetballer uit de kast gekomen. Wij hebben het daar ook een keer over gehad, inderdaad. Maar ik vermoed toch eigenlijk altijd dat het wel gaat werken. Dat het gewoon in Nederland okay sowieso. Gaat. Ja, ja. Ja. Denk maar in andere landen is dat wel lastig. En dat is volgens mij waar degene die, die niet uit de kast durven te komen, ook volgens mij meest bang voor zijn, voor hun eigen carrière. Ja. Ja. Ik denk wel dat er grappen over gemaakt gaan worden. Ja, maar dat moet toch ook kunnen? Ja. Dat is juist leuk. Nee, dat, zeker. Dat zeker. Dat hoort bij de acceptatie. Ja, dat denk ik ook. Ja. Easy Toys? Oh, ja. Ja, dat is wel leuk. We hebben, ik zal even kort uitleggen. We hebben een kleedkamerpanel samengesteld met een aantal... spelers die zich daarbij hebben aangesloten. En hoeveel? Hoeveel is het? Tussen de 80 en 100. Oké. Okay. Reageren niet altijd iedere week, maar meestal wel. Ja. En die leggen dan wat stellingen voor. Dat kan soms wat maatschappelijk zijn. En soms is dat gewoon iets heel banaals. Maar ik had deze week, het is misschien wel leuk eigenlijk als jij hem introduceert, Bart. Ja, dat kan. Het is een wat serieuzer onderwerp, maar dat is een beetje de aanleiding van dit onderwerp is... mijn vriendin, als een aantal weken geleden had ze wat medische klachten, vervelende dingen. Er moesten een aantal afspraken in het ziekenhuis komen, een operatie. Serieuze shit. En zij, vanzelfsprekend, wilde ze graag dat ik daarbij was. Bij die afspraak en bij die operatie. En dat wilde ik natuurlijk ook, maar ik merkte, of ik liep er tegenaan, dat ik moet trainen elke dag. En ik merkte dat ik was me allerlei bochten aan het wringen om, laat ik zeggen, op zijn minst die twee dingen te kunnen combineren. Dus en trainen en naar het ziekenhuis. Dus het ziekenhuis vragen van, kan het niet 2 uurtjes later? Dat slaat natuurlijk nergens op, want die afspraak, het ziekenhuis gaat altijd voor. Dan aan mijn trainer dat uitleggen. Zij proberen om de hele training dan maar 2 uur te verplaatsen. Dus dat iedereen maar wat later moest komen. En het tekende een beetje dat misschien de prioriteiten een beetje scheef gegroeid zijn. Dat dacht ik eigenlijk, dat we dat voetbal zo belangrijk maken dat iets heel vanzelfsprekend, namelijk met je vriendin mee naar het ziekenhuis voor een belangrijke afspraak, dat helemaal niet zo vanzelfsprekend lijkt, omdat we de training gewoon niet willen missen eigenlijk. En dat moeten jullie ook herkennen. Ja, dus we voeren hier een gesprek over en dat is iets heel, daar zit, ik weet niet of het een taboe is, maar er zit gewoon iets omheen dat je, het is zo vanzelfsprekend dat je gaat trainen en dat dan heel belangrijk is. Ja. Dat je hebt echt een soort weerzin om dat dan absoluut, af te zetten. Dus ik heb dat gevraagd. Ik heb dat aan de hand van twee stellingen gedaan. De eerste was, je partner heeft een belangrijk gesprek in het ziekenhuis. Uitslag van een serieus onderzoek. Dus niet, weet ik veel, voor een gebroken teen of zo. Zeg hier een wedstrijd voor af om mee te gaan. Nou, dan zegt er 15% zegt nee, ik zeg die wedstrijd sowieso niet af. 40% zegt ja, ik zeg hem wel af. En 45% die weet het eigenlijk niet. Mm-hmm. Dus die kijkt dat heel erg naar de situatie aan. En de tweede stelling was, je hebt een begrafenis van je opa of oma of een oom of tante, waar je gewoon op goede voet mee bent. En die valt gelijk met een wedstrijd. En dan zegt dus 20%, ja, dan ga ik gewoon sowieso naar mijn wedstrijd. Ja. En er waren een aantal reacties op. En dan zegt iemand, goed, is een lastige training, is wel meer plezier en iets meer ontspannen. Wedstrijd is waar je het voor doet en uiteindelijk waar je op afgerekend wordt. Op wedstrijden kun je een transfer verdienen. Iemand zegt, zolang het niet 100% nodig is dat ik bij een gesprek ben, zou ik altijd voor mijn wedstrijd kiezen. Training kan je wel overslaan, maar een wedstrijd kan je in mijn optiek echt niet overslaan. Ja. En volgens mij is dit waar we het over moeten hebben. Is iemand zegt, een training kan misschien geen kwaad, maar een wedstrijd missen is toch wat anders. Maar ik kan eigenlijk niet uitleggen waarom. Ja. En dat is eigenlijk ook hoe ik dat altijd gevoeld heb. Ja. Ik heb één keer en voor een begrafenis een training afgezegd. Ja. Maar dat voelde heel onnatuurlijk. Ja. Ik had het er van de week met een vriendin over. En toen zei ik zoiets van, ik
merkte, ik ging een vergelijking met, maken met, zou een chirurg zijn werk afzeggen? En ik was halverwege die zinnen, toen dacht ik, hoe ben ik een chirurg en een voetballer met elkaar aan het vergelijken? Dat was eigenlijk, dat is een beetje het dilemma volgens mij, is dat wij eraan gewend zijn geraakt om ons vak heel erg belangrijk te vinden. Of, ja, dat het, moet het, toch ook? Ja, maar het is ook, het is heel egoïstisch toch ook? Ja, maar het is ook in het teambelang. Het is, volgens mij kun je dingen alleen maar goed doen als de toewijding heel groot is. Mm-hmm. En als je bijvoorbeeld op een filmset staat, dan doet iemand daar het licht. En die vindt dat licht veel belangrijker dan het is. Ja. En daarom is het een goede lichtman. Ja. En de geluidsman vindt het geluid veel belangrijker dan het geluid is. En doordat je al die freaks bij elkaar hebt, kan die film eventueel goed worden. Ja, dus die toewijding, ja, dat snap ik wel volledig. Maar in dit geval gaat het ten koste van iemand van wie het niet ten koste moet gaan. Dan, namelijk of je vriendin, of je vader, of je moeder. Of een beste, ingewikkeld. Of een beste vriend. En dat is het dilemma waar je in begint. Het is ook een ingewikkeld dilemma. Waar ligt dan volgens jou het probleem, zeg maar, daarin? Ligt dat bij jou of ligt dat bij het voetbal? Ja, ik denk dat het voetbal je egoïstisch maakt. Of egoïstischer maakt. Dus een beetje van beide eigenlijk. Maar dat voetbal wordt ook de hele tijd opgeklopt. Hè? Als je, zoals de situatie waar wij nu in zitten, die wedstrijd van het weekend, je voelt dan alles. Dit is serious business. Als je naar de keukenkampioen divisie gaat, worden allemaal mensen ontslagen bij de club. Ja, en ze beginnen het is meer dan alleen jij toch? En ze beginnen op social media aan je kop te zeuren en al die shit. Dus het maakt dat je het heel belangrijk vindt. Dat vind ik altijd zo. Dat is toch niet jouw probleem? Dat er mensen worden ontslagen bij de club. Dat en is niet toch jouw hoe probleem, het maar het is toch fijn als de toewijding groot is bij alle spelers. Maar als jij nou iets hebt, dat ligt toch bij jou, in dit geval bij Bart. Ik bedoel, ik heb het ook wel eens meegemaakt, maar als je bijvoorbeeld je oma gaat dood en is begrafenis, dan maak jij toch de keuze of wat jij belangrijker vindt. Ja, maar vind je het niet raar dat jij er dan voor zou kiezen, hypothetisch gezien, om die wedstrijd te spelen in plaats van de begrafenis van je oma bij te wonen? Nee, maar dat is waarschijnlijk ook wat jouw voetbal heeft gemaakt. Dat voetbal zelf zo belangrijk vindt, heeft er dus ook voor gezorgd dat je in alles wat je in je andersom? Leven hebt gedaan... Hè? Is dat niet andersom? Ik denk het niet. Ik denk zeg maar, als je, doordat jij heel je leven zo hebt ingericht om, en dat is al vroeg begonnen, om profvoetballer te worden, heb je dus heel duidelijk prioriteiten gesteld. Maar is het niet gewoon dat je op een gegeven moment, dat je in dat profvoetbal ook een beetje erin gerold bent, maar dat er in dat hele proces constant tegen jou wordt gezegd dat het ook daadwerkelijk zo ontzettend belangrijk is? Ja, dat zou kunnen. Zo heb ik dat nooit ervaren. Ik bedoel, ik heb altijd... Wat zegt de trainer dan in zo'n situatie? Als je het hem voorlegt, is die begrip... Hij heeft zeker begrip. Dan moet ik zeggen, dan scheelt het wel dat het een vrij nietszeggende training in het midden van de week was. Bij een wedstrijd, ja, hij moet begrip hebben. Hij kan niet anders. Dus dat ik heb gemerkt, ze hebben er begrip voor. Maar als speler... heb je toch het gevoel dat je de plannen in de soep gooit. Maar... Kijk, nu gaat het over iets, zeg maar, emotioneels. Ja. Omdat je vriendin kan een hele slechte uitslag krijgen. Of het gaat om een begrafenis. Ja. Maar het kan ook gaan bijvoorbeeld om de geboorte van een kind. Ja. En dat is iets positiefs. Is dat een andere situatie? Ja, dat heb jij toch meegemaakt? Ja, dat moet je toch zelf bepalen. Ik heb voor die eerste echo's en voor de belangrijke echo's heb ik training afgezegd. En dat was heel normaal. Ik vond de training helemaal prima. En, maar echo's? Maar ja, van de... Ja. Dat is, vind ik wel, dat is veel. Dan geef je veel, vind ik, als je dat... Dan moet hij. Marlon vond het belangrijk dat ik daarbij was. Want die vond dat heel spannend. En ik vond het ook wel mooi om te zien, om dat mee te maken. En voor de geboorte... mijn eerste dochter die is geboren op de dag dat ik een wedstrijd had. En toen heb ik nog gespeeld tegen Eindhoven. Maar toen ben ik met mijn eigen auto gegaan. En werd ik gewisseld in de 60ste minuut, zoals altijd. Toen werd ik gelijk bij ze gegaan. Dus dat had daar niks mee te maken. Ja. Maar ja, dat is gewoon als op echt op beval had gestaan. Dus ik heb die ochtend nog de verloskundige gebeld. Van ja, kan ik gaan voetballen? Is de kans dat ik het mis? Toen zei ze, nee, ga lekker voetballen. Dus ja, dat moet je toch zelf bepalen. Heel veel dilemma's kun je de vraag stellen. What would Jesus do? Maar hier zou je kunnen vragen. What would Ronaldo do? Ja, maar dat is natuurlijk de speler met het meeste, de allermeeste toewijding van allemaal. Ja, maar, dat brengt je wel ergens. Jij bent nu toch ook al afgezakt naar een bedenkelijk niveau. Met al je morele beslissingen en allemaal al het begrip voor je vrienden. Ja, goed. Ben je een beetje veredeld amateur elftal. Dan ben ik blij dat het daar aan loopt. Maar moet je toch zelf bepalen. Ja, maar er is een grens. Ik bedoel...
er is toch een grens? Ik vond, wat is de grens? Ja, dus zo'n echo, dat valt nog vind ik ook al. Dat vind ik al een grijs beetje. Gebied. Ja, kom op, jongen. Er is een grens. Ligt dat binnen de grens of buiten de grens? Vind ik buiten de grens. Ja. Dat zou ik als trainer niet pikken. Maar loop jij zelf wel eens tegen dit soort dingen aan? Als je, want ik bedoel, jij treedt avond na avond op. Ja, ik ben eigenlijk, ja. Ik ben eigenlijk nooit. Ik ben er eigenlijk, ja, ik ben er altijd. Maar, je bent altijd. Maar, alleen als mijn stem niet goed is, dan houdt het op. Als ik ziek ben, speel ik ook gewoon. Maar bijvoorbeeld, je gaat, weet ik veel, je tournee inplannen. En het is op de verjaardag van een van je kinderen. Ja, dat is wel een paar keer gebeurd. Of met per ongeluk. Dan krijg je gezeik thuis. En dat, dat onderga je dan. Ja. Maar, ja, dus, maar je probeert daar van tevoren wel zeg maar, rekening mee te houden. Een beetje de Ronaldo onder de cabaretiers eigenlijk. Ja, maar toen ik heb één keer gehad. Toen moest ik in Den Bosch spelen. En dat was verdomme de laatste voorstelling van het seizoen. Volgens mij. En toen schoot het echt vlak van tevoren zo enorm in mijn rug. En ik kon echt niet meer bewegen. En toen heb ik echt 10 minuten van tevoren. Daar ben ik naar de directeur gegaan. Ik zei, ik kan niet spelen. Het lukt niet. En nou ja, dan moet zo'n man het podium op vertellen dat het niet doorgaat. En toen ging ik naar huis, naar Eindhoven. Maar het was de laatste voorstelling van het jaar. Dus ik ging toch nog met mijn ploeg en met mijn regisseur even een biertje drinken op het terras met mijn zere rug. Ja, na 2-3 biertjes ging het ook wel weer. Dus ik werd weer een beetje soepel en zo. Dus op een gegeven moment had ik een grote mond. En ik sta op en ik sta daar een van de sterk verhaal te vertellen. Komen er opeens mensen voorbij. Die waren net met de trein naar de bos. Die zeiden van ja, je had last van je rug. En ik kon toen echt niet. En toen ja, later weer wel. Dat is eigenlijk het enige voorbeeld waarvan ik denk dat ik... Weet je, in lijn van het onderwerp zat te denken. Jij staat op het podium al een jaar of wat is het, 30? Ja. Avond na avond dan sta je op een podium in de spotlights. Je verhaal te vertellen. Mensen komen een kaartje om naar jou te komen kijken. Je wordt uitgenodigd in podcasts, in televisieprogramma's, dat soort dingen. Ligt dan niet... Mooi dat je podcasts en televisieprogramma's in één adem ja. Alsof het vanzelf alles in eigen belang. Bekend van de podcast, ja. Maar er ligt dan niet ergens op de loer dat het de hele tijd om jou draait? In je leven of thuis? Ja, of denk ik, vrees ik wel, ja. Ja. En is dat iets moois of goed? Nee, dat is natuurlijk niet goed. Nee. Nee, dat ligt natuurlijk op de loer. Ik denk dat heel veel mensen die op het podium staan, die hebben misschien al iets meer de neiging tot narcisme. En, Heb jij er last van? Ik heb er zelf helemaal geen last van. Nee, de mensen om me heen wel heel erg. Maar ik vind het wel lekker. Nee, tuurlijk. Maar ik heb wel ook een soort... Ik heb ook wel een type vrouw die dat ook niet echt laat gebeuren. Of die daar niet van onder de indruk is. Die zich dat niet laat welgevallen. Ja. Ik heb natuurlijk ook van die kunstenaars. Die hebben van die kunstenaarsvrouwen. Die helemaal in dienst staan van het talent van die kunstenaar. Ja. Dat is mij niet gelukt om zo'n vrouw te schaken. Mij ook niet. Dus mijn vrouw doet ook heel belangrijk werk. Die werkt in een psychiatrische inrichting. En die is psycholoog. En die vindt, die heeft zoiets van... Ja, maar het boeit mij niet dat er 800 mensen in de zaal zitten. Ja. Ik moet zo en zo... En dan word je vader. En dat helpt ook heel erg. Ik heb nou 13 jaar ben ik vader. En dan sta je in je eigen gezin al niet meer op nummer 1. Dus dat relativeert allemaal heel erg. Ja. Maar ben je daarin nu heel anders dan bijvoorbeeld aan het begin van je carrière? Of toen je heel erg opklom? Als je daar nu op terugkijkt, denk je dan van... Ja, dat je ego bijvoorbeeld veel groter was? Ja, ik ben denk ik wel iets wijzer geworden. Dat denk ik, hoop ik wel, ja. Ja, in het begin heb je natuurlijk ook, om het te maken, heb je ook die stootkracht, een soort egocentrische stootkracht nodig. Anders red je het ook niet. Dan zit je ook in een tunnel en dan is sowieso je testosteron aanmaak veel hoger. En er is volgens mij ook geen andere manier om dat nou heel bescheiden te doen en op het podium te staan van nee, het gaat niet om mij. En ik ben eigenlijk veel meer geïnteresseerd in u daar op de derde rij. Dat u is. Hoe gaat het nou eigenlijk met u? Ja. Ja, dat werkt niet. Dat is denk ik in de voetballerij wel een beetje hetzelfde, man. Dat gewoon een bepaalde dosis egoïsme en echt misschien zelfvertrouwen, ander woord daarvoor. Van het begin van je carrière, dat je daar echt heel veel baat bij kunt hebben. Denk ik. En ook. Ja. En dat is er ook een veel voorkomend fenomeen, dat wat oudere spelers een beetje over hebben om zich ook te bekommeren om een jong talent of om mensen te helpen. Ik ben nou ook veel meer op een leeftijd dat ik het ook leuk vind om mensen te helpen. Omdat ik er ergens al wel ben of zo. Wie help je dan bijvoorbeeld? Nou ja, gewoon dat is bij de comedy train is dat vrij vanzelfsprekend. Dat je gewoon jongere gasten, dat je daarmee praat. En dat je nou ja, zo gewoon je ervaring deelt.
Het gaat toch uiteindelijk gewoon om de keuzes die je zelf maakt in alle gevallen. Ik bedoel, als jij ervoor kiest om altijd te zijn en om belangrijke dingen te laten schieten, ja, dan zou je misschien wel wat verder kunnen komen als voetballer. Jammer dat ik niet eerder ben tegengekomen. Ja, maar, kom je nou mee? Maar ja, dus toch gewoon, jij bepaalt toch zelf wie je bent en wat jij belangrijk vindt. Dat gaat, ik kreeg echt een beetje idee, vooral bij jou, maar dat jij het idee hebt dat de voetbalwereld dat bepaalt, zeg maar, voor jongens. Maar ik heb dat echt nooit zo ervaren, eigenlijk. Maar je hebt er ook je talent en het talent om met je talent om te gaan. Dat zijn twee verschillende dingen. Iataren, Ronaldo en Iataren zijn volgens mij twee uiterste van het spectrum. En ja, waarschijnlijk zijn de meeste mensen zitten daar ergens tussenin. Maar alles helpt, toch? Ja. Je hebt voetballers die drinken alleen maar water. En eten, Tadic, die eet alleen maar groenten en fruit en noten. En ja, dat zie je ook. Ik weet niet of hij zo heel... Ja, die haalt er alles uit wat erin zit. Ja. En, mooi, maar misschien vind ik het gezelliger om met jullie een biertje te drinken. Ja, maar daar kies je dan toch zelf voor. Dat is toch ook prima. Ja, dat is waar, zo geldt het in dit geval denk ik ook wel. Ja, ja, maar terugkomen wat jij zegt, dat klopt wel waarschijnlijk voor jou. Maar ik... Ja. Ik denk toch wel dat er bepaalde... Dat veel jongens misschien handelen naar wat ze conform vinden in de kleedkamer of in die wereld. En jij bent vrij uitgesproken en ook niet zo bang om op je bek te gaan. In die zin, ik denk dat best wel veel jongens gewoon meelopen dan, zeg maar, in die stroom. Ik vind het heel veel op elkaar lijken. Als ik naar interviews kijk en die jongens bezig zie. Ja. En ik vind ook wel leuk. Ik vind ook geen assholes of zo. Hoor. Ook die jongens van Nederlands helft, die vaak, ik vind vaak ook geen onsympathieke jongens. Maar het lijkt allemaal wel heel erg op elkaar. Ja. Ja, maar dat is wat Bart net zei. Op het moment dat je je kop boven het mijveld uitsteekt, dan is er altijd risico dat je, zeg maar, neergesabeld wordt. Of door je teamgenoot, maar ook gewoon door de pers, toch? Je wordt uitgelicht. Ja, zeker. En je wordt, dat bedoel ik juist met de pers in dit geval. Ja, zeker. Ja. Of door een cabaretier. Ja, dat kan ook nog. Alleen op de kapsels. Ik bedoel, je hoeft alleen maar naar de kapsels te kijken. Ja. Dan heb je er een paar en dat is het. En dan mag je het kiezen. Ja. Ik heb er ook eentje, zo'n militair kapseltje. En nog toch even Joop hielen, Theo. Ik kan niet wachten. Nee, het is gewoon dat je als jongetje ben je natuurlijk... Ik ben ook gewoon 12, 13, toen was ik al van de voetbal international. En dan kijk je op tegen voetballers. Uh-huh. Dat zijn helden. Uh-huh. En op een gegeven moment... En die moet je eigenlijk niet... Ik heb Frank Rijkaard ook wel eens ontmoet bij Barend en Van Dorp. En toen bestelde hij een Cola Light. En toen dacht ik, oh mijn god, dit had ik niet willen weten. En zo heb ik met Joop Hiele ook een moment gehad. Dat ik toen ging bij FC Eindhoven kijken. En die speelde volgens mij een oefenwedstrijd tegen PSV. En toen bleek ik naast Joop Hiele te zitten. En toen dat je dan even hebt van, oh, ik zit naast Joop Hiele. En dan gaat hij tegen je aanpraten. En dan gaat dat heel snel. En wordt dat gevoel heel snel anders. Ik denk, oh god, ik zit naast Joop Hiele. Wat zei hij dan? Nee, gewoon, maar dat is natuurlijk, het stelt helemaal niks voor. Ik bedoel, iemand is een leuke gast of geen leuke gast, maar je hebt daar niks aan dat iemand Joop Hiele is. Ja, je wil eigenlijk gewoon lekker een beeld vormen van iemand en een fan van zijn. Ja, ik zat naast Joop Hiele. Oh, en? Wow, Joop Hiele. Maar als je dan gaat praten, dan stort dat natuurlijk onmiddellijk in. Dat beeld wat je hebt. Dat is gewoon, gewoon een kerel. Mooi. En dan zeg ik het heel netjes allemaal. Ja, ik zag je kipje in halver zien denken. Sure, aanraders van de week om je af te sluiten. Ik ben heel benieuwd naar Theo. Of ik een aanrader voor wat? Aanradertje. Een? Aanradertje. Voor onze luisteraars. Voor onze luisteraars. Oh, om te luisteren of te mag kijken? Mag van alles zijn. Kijken, luisteren, iets om te doen. Er zijn de podcasts, zijn die heet Ervaring voor Beginners. Ja, voor het grootste in de Theo Maas heb ik... Dus je gewoon één iets hebt wat iemand echt gezien zou moeten hebben. Ik heb van de week iets gezien, dat vond ik heavy. De film heet Mandy. Heb je die gezien? Nee. Met Nicolas Cage in de hoofdrol, die natuurlijk heel, heel veel slechte films heeft gemaakt. Is dat, hij draait nu in de bioscoop? Of nee, is hij draait niet in de bioscoop. Nee, dat is Pig. Ja, nou, klopt. Die heb ik nog niet gezien. Ja. Maar Mandy, en dat is een bad trip. Het is een horrorfilm, maar van een man die in een hele nare trip komt, omdat er van alles gebeurt. Maar de kijkervaring is ook, je hebt zelf ook, ik keek met een vriend en ik was blij dat hij erbij was. Ik vond het echt eng, ik vond het echt goed gedaan. Right. Je moet het geluid heel hard zetten. Het is echt een zintuigelijke mindfuck is het echt. Okay. Veel Mandy, adviseer ik dan. Mooi. Heb jij een lievelingsboek? Nee, ik lees wel veel boeken. Maar ik ben nou alleen maar...
science fiction aan het lezen op een of andere manier. Waar ben je nu aan bezig? Ik ben deel 2 van de trilogie van Yu Howie. En het eerste deel heet Silo. Vond ik ook wel een tof. Over een gemeenschap die wonen in een silo. En daarbuiten is alles toxic en giftig. En op een gegeven moment komen ze erachter wat er precies aan de hand is. Alright. Cool. Ja. Maarten? De Bijbel is natuurlijk wel mijn liefde. Ik heb het ook net gaan aanraden. Nee, ik heb wel een interessant boek gelezen. Dat heet Beter Wordt Het Niet. Van, ik heb twee dagen geleden hebben we ook opgenomen. Ja. Heb je ook een boek gelezen en nu weer. Ik geloof ook gereden. Heb ik een boek aangeraden 2 dagen geleden? Ja. Welke dan? Ik luister nooit op tijd. Nee, volgens mij heb ik geen boek aangeraden. Maar vertel, Beter Wordt Het Niet. Ik ben wel benieuwd. Ja, over dat heelal, man. Over dat heelal heb je toch aan zitten raden. Nee, man. Of de hemel. De hemel ging het over. Ja, maar dat is een heel dun boekje. Ga verder. Nee, dat was met Bruno. Dat je hebt aangeraden. Waar hebben we het nou de hele tijd over? Ga verder, joh. Beter Wordt Niet van Caroline de Gruyter. En zij is een Europa-correspondent. En zij heeft een aantal Europese grote steden gewoond. In Wenen, in Praag, in Brussel. En ze zit nu in Oslo, als ik het goed heb. En zij ziet allerlei overeenkomsten tussen hoe Europa is ingestort in het begin 20e eeuw en hoe de situatie nu is. Dus zij trekt er wat parallellen tussen. En zij heeft daar gewoon heel veel. Ja, ze is in allerlei verschillende steden geweest. Dus je leert echt een beetje te kijken vanuit het oogpunt vanuit mensen in een ander land. Bijvoorbeeld in Wenen. En hoe. Ja, dan word je toch weer een beetje met je neus op de feiten gedrukt dat we hier best wel in een bubbel zitten en een hele specifieke kijk hebben op de zaken. Dat mensen daar heel anders bijvoorbeeld naar de relatie met Hongarije kijken in de EU. En ik moet zeggen, ik vond het een verademing om te lezen. En suggereert ze dat het een soort pre-fascistisch tijdperk is? In de jaren 20, zo vlak voordat Hitler aan de macht kwam? Nee, niet per se, maar ze somt wel een aantal van die ontwikkelingen op. Inderdaad, dat nationalisme heel erg opkomt in verschillende plekken in Europa. En ze praat vooral met heel veel mensen die dat dan wel suggereren. Ja. Het is niet per se dat ze de eigen visie heel erg er doorheen drukt, maar ze praat gewoon met, wat ik zei, ze is correspondent geweest in allerlei verschillende delen van Europa. En ze praat dan met allerlei mensen, bijvoorbeeld met George Habsburg. Dat is dan een nazaat van de laatste keizer van het Habsburgse Rijk. En die hebben weer een hele specifieke kijk over bijvoorbeeld wat er nu in met de Catalanen gaande is en waarom zij vinden dat die niet soeverein zouden moeten worden. En die trekken dan bijvoorbeeld wel inderdaad allerlei van die parallellen dat het nu dat mensen niet doorhebben dat het eigenlijk gewoon precies hetzelfde gaat als begin 20e eeuw. Lees jij voornamelijk non-fictie of lees je ook wel romans? Ja, ik lees ook wel romans, maar het liefst non-fictie. Ja. Right. Ik heb voor het eerst sinds lange tijd weer een serie gebinged. En dat was Kastanjemanden, een Deense serie. Een beetje in de lijn van The Bridge en The Killing, geloof ik. Een soort politie-serie eigenlijk over een seriemoord of een aantal moorden. Dat een seriemoord blijkt. En er is één gemeenschappelijk kenmerk dat er steeds van die kastanjepoppetjes bij het plaatsdelict verschijnen. En dat lossen op in 6 of 7 afleveringen. Maar het is fucking spannend van begin tot eind. Dus dat is echt de moeite waard. Een vrouwelijke rechercheur? Zou weer een duo zijn, toch? Een man en een vrouw? Man en een vrouw, ja, klopt. Goed gedaan was het, vond ik. Dankjewel. Mooi, dank je. Ze spreken uit. Thank you for sharing. Hey, ik had naar aanleiding van deze uitzending zat ik een beetje na te denken over maken van grappen en reageren op grappen. En toen schoot me één scène uit de film Goodfellas met de binnen. Think I'm funny. Ja. Mm. I amuse you. Ja. Dus waarin. Dus dat is de film die ik aanraad, Goodfellas. Waarin twee gangsters met elkaar in zo'n tent zitten in New York. En Joe Pesci, dat is een Amerikaanse acteur, die maakt een grap. En Ray Liotta die reageert erop. You're funny. En waarop Joe Pesci doet alsof die beledigd is. Alsof die beledigd is. Dit heb ik gezien. Van, en dat is zo'n ongelooflijk. Fantastisch. Briljante scène. Ja, en sowieso de hele film is. Hij switcht dan een paar keer toch tussen dat hij boos is en dat hij het, dat hij het wel grappig vindt. Hij bouwt hem op volgens mij. Klopt. Hij wordt op een gegeven moment helemaal gek. En dan uiteindelijk zeg maar. Zegt die Ray Liotta, die breekt hem een beetje, zeg maar. Die Colts bluff. En dat is zo mooi. Maar is het daarvoor of daarna dat hij die ober in zijn voet schiet? Nee, dat is volgens mij daarna. Oh, nee, oké.
ik weet niet, maar dat brengt ook wel spanning met zich mee. Maar misschien is het daarna. Dat kan nee, ook. Maar dit is een andere scène, want dit is weer een andere over... Ja, het is een andere scène, dat weet ik, maar het is hetzelfde personage. Ja, klopt, ja. Ja, is weer hij speelt al heel de film, speelt hij zo'n personage die echt zwaar licht, ontvlambaar is en ja. Tot hele rare dingen in staat is. Dus dit past daar volledig bij. Ja, het is een geweldige film. Dus Goodfellas. Sluit hem daarmee af, denk ik. Mooi, man. Alright. Tof dat je er was. Ja, was bedankt leuk. Voor alles. Ik heb er heel veel aan gehad. Je ziet er ook verlicht uit. Ja. wij zijn volgende week weer terug. Groetjes. Joe. En ik.